Zo, daar zijn we weer. We gaan nou de hoekjes opvullen tussen de grannies. Dus weer rugzijde naar je toe en de goede kant naar je toe. Ik ga niet alle hoeken met jullie samen opvullen. Ik ga er eentje met jullie samen opvullen. Het geldt echt voor alle hoeken tussen twee grannies in. Dus die onder de arm, op de rugband en tot met de andere armschat. Of je nou 3, 4, 5 of 8 grannies hebt, het geldt voor iedereen hetzelfde. Bon. We gaan aanhechten. In de hoek. Dus weer waar die losse ruimte is. Zo, ik ben aangehecht en ik heb mijn losse. Wat zegt het patroon? Toer 6. Haak 3 stokjes samen. Zoals je hier ziet, niet in het gat haken. Gewoon gelijk in het eerste stokje. En het eerste stokje, lusje, is het lusje voor het stokje. Want we werken aan de goede zijde van het werk. Gaan we. Dat is het eerste half afgemaakt stokje. Daar is de tweede. En daar is de derde. En doorhalen. En dan zeggen ze haak 1 lossen. Ze, ik. Haak 1 steek over. Die niet rekenen alsjeblieft als het van je samengehaakt stokje. Sta 1 steek over en in de volgende maak je een stokje. Dan zei ik hetzelfde als de voorpunch, zoals ik net uitgelegd heb in het andere videootje. Doen we eigenlijk gewoon hetzelfde. Dus haak 1 losse, sla eentje over en haak 1 stokje in het volgende stokje. Haak 1 losse, eentje overslaan en in de volgende. Haak 1 losse, eentje overslaan en in de volgende. Haak 1 losse, eentje overslaan en dan gaan we samen haken. 4 stuks, dus... Hier is nummer 1. Eentje overslaan, niet vergeten. Eentje. Half afmaken. Hier is de tweede. Slaan we dit over. Die overslaan. Dus dat heb je het hoekje waar die losse zit, waar je de grannies aan elkaar hebt gemaakt. En dan ga je hierin. Dat is nummer 3. En dat is nummer 4. En hier heb ik dat ook. Hier heb ik ook eentje overgeslagen. En in de volgende pak je de laatste twee op. Nu. Een losse haken. Eentje overslaan. En in de volgende een stokje maken. Een losse. Eentje overslaan. En in de volgende een stokje maken. Zo. Een losse, eentje overslaan en in de volgende een stokje maken. Een losse, eentje overslaan en in de volgende een stokje maken. Zo. Zo, dan heb je de stokjes losse, stokjes losse, stokjes gehad. Haak 1 losse en haak 3 stuks samen. Dus eentje overslaan, want als je een losse maakt moet je altijd 1 overslaan, anders ben je het meerdere. Dat moeten we niet hebben. 1, 2 en daarin je derde. Dus eentje overslaan. Half afmaken. In de volgende half afmaken. En daar in het gat van je losse van je granny de volgende maken. En dan heb je 3 stuks samen. Dat was toer nummer 6. Nu gaan we naar toer nummer 7. Er staat onder toer nummer 6 ook allemaal foto's bij. Ik heb geprobeerd zo duidelijk mogelijk te maken. Maar ja, ik kan niet ieder wens vervullen helaas. Toer 7. Haak 1 losse. En werk draaien. Haak 3 stokjes samen. Hetzelfde als het hoekpandje. Ook weer daar eentje. In de losse ruimte en op het stokje eentje. Dus. 1. In de losse ruimte eentje. En op het stokje eentje is 3 stokjes samen haken. Heb je 4 lussen en doorhalen. Sorry. Haak 1 lossen. Oh, sorry. Dan gaan we de stokjes maken. Net als hier. Je hebt tot het laatste gat gemaakt. En dan gaan we hier. Tot hier heb ik een stokje gemaakt. En dan gaan we hier 2 stuks samen haken. Dus in de losse ruimtes. Dus dat is stokje 1. Stokje 2. Nummer 3. Dus ook weer stokje in de losse ruimte.
Dus nummer 4, stokje in de losse ruimte. Dus nummer 5 en stokje op het stokje. Dus nummer 6. Nu zegt het patroon twee stokjes samen haken. Dan pakken we de, als we de hoek hebben waar we de 4 stokjes samen maken, heb je als goed is 2 losse van de losse ruimte van de vorige toer. Daar pakken we hem op. Hier 1. En voorbij het groepje samen haakt stokjes of hier eentje. En samen haken. Nu gaan we 6 stokjes omhoog. Vergeet niet het eerste stokje mee te pakken. 1. In de losse ruimte is 2. Op het stokje is 3. In de losse ruimte is 4. Op het stokje is 5. En in de losse ruimte is nummer 6. En nu moet je 3 stokjes samen haken. Dat is dus 1 op het stokje, de volgende in het gaatje en de derde in die lus. Dus weer even ietsje werk kantelen, dan zie je hem vanzelf. Dus 1 half afgemaakt stokje bovenop het stokje. Eentje in de plek waar de losse ruimte is. En de laatste, je werk iets draaien en dan heb je hem hier het veetje. Dat zijn er 3. Nou, hebben we toer 7 gehad. Dan gaan we naar toer nummer 8. Ook bij toer 7 heb ik allemaal foto's bij geplakt. Toer 8, 1 losse en werk draaien. Ook hier geldt natuurlijk als je kleurwisselingen doet, afhechten en weer in deze lus hier aanhechten. Niet daar, alsjeblieft. Hier aanhechten. Nu, ik heb mijn losse gemaakt, dan gaan we 3 stokjes samen haken. Dus eerst het niet afgemaakte stokje, het tweede niet afgemaakte stokje. En hier is het derde niet afgemaakte stokje. En nu heb je 4 lussen en haal je hem door. Hier gaan we door. Haak 3, 1, 2 stokjes. 3 stokjes, sorry. 1, 2, 3 stokjes. Zie, 1, 2, 3. En dan zijn we weer in het dalletje. Die en die samen haken. 2 stuks. Eentje overslaan en in de volgende. En doorhalen. Dan gaan we 3 stokjes omhoog. Dat is 1. Dat is 2. En dat is nummer 3. En nou zegt de patroon. Hé, hey, ik heb een foutje. Of had ik die al aangepast? Moet haar 3 stokjes samen zijn. 1, 2, en de laatste is nummer 3. Nee, volgens mij had ik die al aangepast. Ik heb mijn oude document nog voor me. Dat zijn 3 stokjes samen maken. En dan gaan we naar toer 9. 1 losse. Ook weer hier. Als je kleurwisseling doet, afhechten. En in deze hoek aanhechten. Dus niet daar, maar daar. Nu 3 stokjes samen maken. Gaan we weer 1. 2 en nummer 3. Haak 2 stokjes samen. Dat is 1. Haar eentje overslaan en de volgende pakken. Doorhalen. Nu 3 stokjes. Samen haken. 2. En dus nummer 3. Dan heb je 4 lussen. Doorhalen. Dat is toer 9 klaar. En dan kan je afhechten. Ik knip hem even af. Ik heb hier bewust niet nog eens een extra toer aan gemaakt om alles samen te haken. Ik heb dit zo gelaten zodat het mooi recht blijft. Als ik hier ook nog eens 3 stuks ga samen haken, krijg je een puntje eraan. En dat willen we niet hebben. Dus dit is dan een toer. Hier eindig je aan de verkeerde kant van je werk. Kijk, hier is mijn verkeerde kant. Ik heb bewust deze laten zitten, zodat ik weet, daar is mijn verkeerde kant. Dit is nou mooi recht. Als je hem omdraait, zal het er ongeveer zo uitzien. Hier is de voorkant. Eén mooie, lange, rechte leun. Tadaam. Toer 10, zal ik je alvast verklappen. Neem je weer het goede kant voor je. Begin je hier met aanhechten. Dan is het even een beetje kijken waar kan ik een mooi gaatje vrij vinden. Ik zal zeggen, pak gewoon hier tussen.
je eerste halve stokje op. Want je moet hier allemaal stokjes gaan maken. Tortine is het niet trouwens, voorpandje, ik zit verkeerd. Daarin. Ik zal even juist het toernummer voor me pakken, is wel zo fijn. Toernummer 15 is dat. Dus dan ga je compleet over de hele riedel heen, waar je al die grandins hebt opgevuld, ga je opvullen met halve stokjes. Hou er rekening mee dat je die ruimtes waar je granny de punt heeft, dat je die ook meepakt. Dus die ruimte meepakken, die ruimte meepakken, die ruimte, deze en een puntje. Zorg ervoor dat je steken gelijkmatig verdeelt. Het liefst uitkomen op tientallen, dus 100, 110, 120, etc. Het is nou niet een ramp als je twee stokjes meer hebt, of je hebt drie stokjes meer, of je hebt vier stokjes meer dan 10, 20, 30, 40. Dat maakt niet uit. Als je maar een mooi recht geheel krijgt. Dat voor nu. Ik zeg heel veel succes met deze twee filmpjes. Drie filmpjes inmiddels. Of twee. Twee jaar. Ik ga kijken als mijn kleine nog niet wakker is om de eerste tour met jullie samen te doen. Ik zal ongeveer op 100 steken uit gaan komen. Omdat ik maar een maatje 36 maak met 5 grannies. Ik hoop dat dit zo duidelijk was voor jullie. En ik zal zeggen heel veel plezier.